Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij deze koersanalyse van de altcoins. We gaan kijken naar Ethereum, ADA en naar Uniswap. En deze video is natuurlijk educatief van aard en geen financieel advies. En deze wordt in samenwerking gemaakt met CryptoInsiders.nl. En als jij wilt bepalen welke altcoins zullen worden gaan besproken, dan kun je lid worden van hun membersectie. En de eerste maand is ook gratis, dus ga daar zeker naar kijken. En dan kun je dus ook bepalen welke altcoins ik in de volgende video ga bespreken. Dan gaan we door naar de koersen. En we gaan heel even kort stilstaan bij Bitcoin voor het grote plaatje. En waar ik voor Bitcoin nu naar kijk is eigenlijk deze groene lijn. En deze potentiële rising wedge die ons kan brengen naar de 11.700 tot 11.800 weerstand. Waarbij de belangrijkste weerstand die ze moeten overbruggen is die 11.150. Maar in het bearish geval krijgen we deze rode lijn. Vinden support op die 11.600. Krijgen een bearish retest. En dan gaan we door naar beneden richting de 9.600 potentieel waar de gaps nog zit en de 10.000. En in dit geval verwacht ik ook dat de altcoins daarin mee zullen gaan. Maar goed, wil je ook leren traden? Wil je een cursus doen? Doe dan zeker eerst even de gratis kennismakingscursus. Een uur lang vertel ik je wat de basis is van het traden en kun je daar veel meer over leren. En als je de volledige cursus wil doen, kun je natuurlijk ook de daytrade cursus doen. En de links vind je onder in de video. Dan beginnen we ook nog even met het grote plaatje op de S&P 500. Want we zitten op de traditionele markten wat meer in een zijwaartse beweging. En dat zien we eigenlijk ook terug in Bitcoin. Bitcoin is langzaam omhoog aan het kruipen, maar is ook zijwaarts aan het bewegen. En voor het grote plaatje is dat belangrijk, omdat dat ook ons gaat vertellen wat de altcoins kunnen gaan doen. Nou, met de S&P 500 bewegen we dus zijwaarts tussen dit kanaal eigenlijk, tussen deze groene weerstand en deze groene support. En in een eerdere video heb ik gezegd dat als we onder deze low hier sluiten, dat we waarschijnlijk meer bearish actie kunnen verwachten komende week. Dus deze markten die gaan vanmiddag om 3:30 open en we zijn gesloten onder de laatste low hier allebei eigenlijk. En daardoor verwacht ik ook dat we verder door zullen gaan naar beneden. We weten vanmiddag in ieder geval meer. En we zien bijvoorbeeld ook bij goud dat we hier in een enorme symmetrische driehoek zitten en die moet gaan uitbreken ook op een gegeven moment. En ja, ik denk dat als de dollar, even kijken, de dollar dus, hè, die beweegt hier eigenlijk ook zijwaarts in dit kanaal hier een beetje. Als die boven de 93,66 tot 93,9 uitbreekt, dan zal dat slecht zijn voor de rest van de markten. En als we de support hier breken op 92,7 ongeveer, dan zal dat goed zijn voor Bitcoin en de andere markten. Dus we weten ja, waarschijnlijk vanmiddag iets meer. Ook als S&P 500 bearish opent, dan verwacht ik dat Bitcoin er ook in mee zal gaan en ook de altcoins. En daar gaan we nu even naar kijken. We beginnen met Ethereum versus de Bitcoin. Want Ethereum is natuurlijk de grootste altcoin op dit moment eigenlijk. Hè? De tweede op de market cap. En daar kijk ik naar het volgende. Er zijn eigenlijk verschillende dingen waar ik naar kijk. Nou, we hebben hier eerder een rising wedge gehad. Die is uitgebroken en die is terechtgekomen op deze uptrendlijn hier. En daar vinden we dan dus ook support. En deze ga ik ook nu weghalen. Die is niet meer relevant. En wat we ook zien is dus dat de koers van Ethereum in een evenwichtpatroon zit. Met een high, een low, lower high, lower low, lower high, high low. Dus je ziet dat die koers die is steeds meer naar elkaar toe aan het bewegen in een evenwichtpatroon. En dat moet op een gegeven moment ook gaan uitbreken. En ook dat zal richting geven aan het Ethereum versus de dollarpaar. En waarschijnlijk ook aan de rest van de altcoins. Welke kant deze gaat opbreken. Dus deze gaat uitbreken. En als we naar beneden uitbreken, dan kunnen we naar support kijken weer op de 0,031. En dan kijk ik ook naar de golden pocket regio van de wekelijkse. Die op de 0,03 zit. En de 0,029. Als we verder doorbreken naar beneden. Dus ook de potentie voor een head and shoulders, een complexe head and shoulders die je hier ziet. Dus linker schouder, hoofd, rechter schouder en dit is de neckline. Dus als deze ook breekt, hè, dus als die evenwichtpatroon breekt, dan kan er nog support worden gevonden hier op de 0,033. Maar als die uitbreekt naar beneden en je krijgt die bearish hair test, dan kan ook de koers van Ethereum versus Bitcoin flink zakken en voorbij die golden pocket door naar de 0,028. Dus Ethereum, net als de rest van de markt eigenlijk, zijwaartse beweging, evenwichtpatronen, die moeten gaan uitbreken. En als we bearish uitbreken, dan gaan we flink naar beneden. En als we bullish uitbreken, dan gaan we voorlopig weer een stukje omhoog. En wat betekent dat dan voor het Ethereum versus de dollarpaar?
Eigenlijk zit Ethereum versus de dollarpaar dus eigenlijk ook in een grote bear flag. In dit kanaal hier tussen deze twee witte lijnen. En die lijkt op de lagere timeframes te zijn uitgebroken naar beneden. En dat kan een kleine fake-out zijn. Dat kan ook een bearish hairtest worden. Daar gaan we zo direct even op inzoomen. Maar op de dagelijkse is dit in mijn ogen een kanaal omhoog. Een bear kanaal. Dat kan een bear flag vormen. En als we daar een technische target aan willen plakken, dan komen we ook flink lager. Dus het is afhankelijk van of die nou hier uitbreekt of hier uitbreekt. Dat valt nog te bezien. Als Bitcoin nog niet uitbreekt, dan zal Ethereum daar waarschijnlijk ook in mee naar boven gaan. Maar stel die breekt hieruit, dan zit er een technische target op van, ja, laten we zeggen, $200. Waar dus dan de volgende support zit in ieder geval. De technische target ligt hier in ieder geval. Of we zover komen, dat is een andere vraag. Persoonlijk denk ik van niet en zie ik support hier op de sterkere support hier op de $290 tot de $277. Wat ook samenvalt met die golden pocket regio op de wekelijkse tussen de 296 tot 286. Dus dit zie ik als de eerstvolgende sterke target. En potentieel kunnen we ook doorgaan naar de $250 waar ook de 200 moving average ligt. Maar daar hoeven we niet te komen. Dit is mijn hoofdtarget. En potentieel, ja, als het heel slecht gaat allemaal, $200. Maar dat is ook afhankelijk van de correlatie in de normale aandelenwereld. De S&P 500 die kan flink zakken, maar omdat we ook weten dat er onzekerheden zijn, is dat volgens mij ook al wel ingecalculeerd in de prijs. Dus we krijgen niet zo'n dip zoals in maart, maar waarschijnlijk een normale correctie. Dus, maar dit zijn in ieder geval de targets voor Ethereum. En als we even inzoomen, van het weekend liet ik, als je bij mij de daytrade cursus hebt gedaan, dan kom je ook in de premium Discord community terecht, waar ik meer charts deel, ook over de week heen. Niet alleen op de maandag en donderdag. En dit deelde ik afgelopen weekend. Op de lagere timeframes werden we afgewezen op de 200 moving average, deze gele lijn hier. En zaten we ook in een evenwichtpatroon. Die is naar beneden uitgebroken en heeft zijn target gehaald op $363, wat nu de support is. En op dit moment lijkt het erop dat we een bearish retest krijgen van de uitbraak uit dit kanaal. En als dit dus bevestiging krijgt en die 363 breekt hier, dan verwacht ik ook dat we verder door kunnen gaan naar beneden, naar de eerder genoemde targets. Dat voor Ethereum in ieder geval. Dan gaan we nog even kijken naar ADA en naar Uniswap. En vergeet de video trouwens niet te liken als je wat aan deze content hebt, en abonneer je op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En voor ADA laat ik eerst even uitzoomen naar de wekelijkse. Ik weet dat er in het begin waren een heleboel mensen super bullish. En toen zei ik al dat we op de wekelijkse terug konden gaan richting die golden pocket regio. Richting de 10 cent. En dat was van hier deze low naar de swing high. Nou, die hebben we eigenlijk ook al lang gebroken. En ik kijk nu eigenlijk eerder naar de maandelijkse golden pocket regio als support. Want we zien dus op de wekelijkse dat we aangekomen zijn op de vorige support op 0,089. En op de lage timeframe, zoals we zo direct zullen zien, zien we ook dat die gebroken is. Dus dat betekent dat we potentieel ook meer bearish actie kunnen verwachten. En de supports waar ik dan naar kijk, is hier de golden pocket regio op de maandelijkse, en dat zit op 0,07 en de 0,06. Dus dat betekent dat de koers nog kan zakken richting de 7 en 6 cent. En dat is op de korte termijn, wil ik zeggen, de komende weken. Maar dat betekent niet, ik denk wel dat we de bullrun zijn begonnen, dus dat we niet meer een nieuwe low zullen gaan maken. Goed, iets verder ingezoomd. Op de dagelijkse zien we dus ook dat we hier in een bearish kanaal zitten, een neerwaarts kanaal. En de support die de bulls eigenlijk moeten houden hier is, we zijn hier gisteren, zijn we er nog boven gesloten, een wik naar beneden. Een beetje inzoomen. Dus we zijn er wel ondergewikt hier en nu lijken we eronder te komen. Dus vandaag zal ook bepalen, als we hieronder gaan sluiten, dan verwacht ik dat we door zullen gaan naar die golden pocket regio op de 7 cent tot 0,65 cent. Met in ieder geval een tussenstop hier op de dagelijkse 200 moving average, die loopt op de 8 cent rond. Dus als we hier onderbreken, dan zouden we een hertest kunnen krijgen en door richting die 200 moving average en dus potentieel door naar beneden. Dus dat voor ADA in ieder geval. Het ziet er op dit moment bearish uit. Als we kijken naar de 12 IMA en de 26 IMA. We zitten onder die 12 IMA. En de rode 26 IMA zit daarboven. Dat betekent dat de bears duidelijk de overhand hebben hier. En zolang de koers onder deze dagelijkse 12 IMA blijft, hebben de bears de overhand. En dan gaan we als laatste even kijken naar Uniswap. En Uniswap, even kijken, bij de U natuurlijk.
Hierzo, Uniswap is een... is recentelijk gelanceerd, heeft een enorme stijging gezien. Iedereen die eerder al Uniswap protocol had geprobeerd, de DEX, de exchange, die kreeg 400 Uniswap gratis. En je ziet het al, op de top was dat $3200, wat je voor niks kreeg. En een heleboel mensen die dumpten hier eigenlijk al meteen richting die $2. En daarna is die flink gaan stijgen. Dan hebben we een falling wedge gezien die uitgebroken is, maar niet zijn technische target die heeft gehaald. Die is daarna verder uitgebroken naar beneden, maar ook daar had je winst uit kunnen halen. En vervolgens zitten we nu eigenlijk in een grotere falling wedge die je hier ziet op Uniswap. En op de lagere timeframe zien we ook een Adam and Eve bodemingspatroon. Dus in Uniswap zouden we nog wat meer upside kunnen verwachten. Als ik even inzoom op de 1 uur grafiek, wat ik vanochtend deelde was het volgende. Dus we zitten in die falling wedge hier. We hebben inmiddels dus hier ook een Adam en Eve bodemingspatroon gehad binnen die falling wedge. Zijn er uitgebroken, hebben de bovenkant niet getest, maar wel de support zijn we nu aan het testen van deze Adam en Eve patroon. Dus als we hier boven die support kunnen blijven, dan verwacht ik in ieder geval dat we nog door kunnen gaan richting die $5,998, laten we zeggen $6, en potentieel richting de $7,33 van deze falling wedge, wat de technische targets zijn. Besluit Bitcoin te dumpen als een malle, dan zal dit niet uitwerken. Zoals we weten, altcoins zijn vaak afhankelijk van wat Bitcoin doet. En als Bitcoin zijwaarts beweegt, dan hebben de altcoins alle ruimte om te bewegen. En als Bitcoin dumpt, dan dumpen de altcoins vaak ook. Maar goed, zolang deze support hier houdt op $5,15, kun je hier nog een mooie trade uithalen. En ik had al aangegeven vanochtend in de Discord groep, die groene box hier die je ziet, dat is waar je je entry wil plaatsen. En je stoploss die zit daaronder, onder de $5 rond in ieder geval. Dat was het in ieder geval voor deze analyse. En ik zou zeggen, happy trading. Maar laat ook zeker weten in de poll die wordt gemaakt, welke altcoins wil jij volgende keer zien. En laat ook weten, wil je wat meer zien voor de langere termijn, of wil je echt voor de kortere termijn hebben, zodat je ook daar mooie trades uit kunt halen. Laat het weten in de comments. En ik zou zeggen, een hele fijne dag. Happy trading en tot de volgende video.